Welkom allemaal. Het is alweer de 9e virtuele events van NLUG. Zoals we dat de laatste maanden online doen in plaats van een fysieke bijeenkomst. Vanavond Juri de Ruiter van SDN Labs. SDN Labs doet een project Toostix samen met de AMSIX, de NDX, Nelnet Labs, SDN Labs natuurlijk, SURF, TU Delft en de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Twente. En dat researchprogramma, daar richtte zich op security, stability, transparency tussen netwerken. En een van de wat meer uitvoerende projecten, daar gaat Juri vanavond een presentatie over geven. Over Sion, is ontwikkeld door de ETH in Zurich. En is eigenlijk een clean slate internetarchitectuur. Juri, leuk dat je ons vanavond te woord staat. En ik hoor graag meer over Sion. Yes, dankjewel. Ik ga even beginnen met mijn scherm delen. Yes, okay. Ja, dankjewel voor de introductie. Dat was al de helft van mijn presentatie, geloof ik. Dus ik zal vandaag inderdaad wat vertellen over Sion. Dus ik werk als research engineer bij SDN Labs. Dus ik zal even helemaal aan het begin beginnen, wat is SDN? Dat hoef ik hier waarschijnlijk niet heel uitgebreid te vertellen, maar dat bedraaien.nl, wat een redelijk kritische internetinfrastructuur is natuurlijk. En binnen SDN neem ik deel aan de onderzoeksgroep, dus SDN Labs. En het doel van SDN Labs is eigenlijk gewoon het vergroten van de betrouwbaarheid van het internet. En dat doen we op een redelijk hands-on manier. Dus we doen metingen, we bouwen prototypes, we evalueren nieuwe mechanismen die eventueel de betrouwbaarheid van het internet kunnen verbeteren. En een van de dingen die we daarbij dus doen is kijken naar nieuwe mogelijke internetinfrastructuren. En het doel is om eigenlijk alle internetcommunities, zowel onderzoeks als operationeel, daarin te versterken. En onze dagelijkse bezigheden, dat zijn dus naast die dingen die ik al genoemd heb, ook het helpen van onze operationele teams, dus ondersteunen met metingen die we doen, dingen die we hebben uitgezocht. We schrijven software die normaal gesproken gewoon open source gereleased wordt. We zitten op een redelijke grote hoeveelheid data, dus daar worden allemaal analyses op losgelaten. Op basis daarvan schrijven we ook academische papers, werken met universiteiten en we draaien ook daadwerkelijk experimenten. Dus dat is onderdeel van wat ik vandaag in ieder geval zal vertellen. Dus om even aan het begin te beginnen weer. Dus we hebben het internet, iets waar de meesten van jullie waarschijnlijk al een keertje over gehoord hebben. Dit is ooit begonnen als een redelijk klein experiment eigenlijk. Maar tegenwoordig is het toch wel redelijk vitale infrastructuur geworden. Het kleine nadeel is daar dat het ontwerp, of het is niet helemaal ontworpen met de huidige gebruik in gedachten. Dus bijvoorbeeld als je kijkt naar het gebied van security, dat zat er in het begin niet echt in. Dus dat is er meer later allemaal bijgekomen met fixes of nieuwe protocollen. Dus dat is een redelijk reactieve manier om problemen aan te pakken. Een andere manier om daar iets aan te doen is natuurlijk om gewoon from scratch te beginnen. Dus een clean slate aanpak te nemen. Dus dan kunnen we beginnen met een nieuwe infrastructuur waarbij je al meteen vanaf het begin alle eisen die we tegenwoordig hebben aan het internet meeneemt. Dus die kun je dan meteen fundamenteel aanpakken. Je hoeft het niet achteraf alles proberen te gaan fixen. Dus dit soort berichten kennen we waarschijnlijk allemaal wel. Dus de BGP hijacks die met toch wel enige regelmaat voorkomen. Dus af en toe zijn ze wat groter en vallen ze wat meer op dan anders. Af en toe zijn ze kwaadaardig bedoeld en soms is het gewoon een typo. Dus bijvoorbeeld de keer dat Pakistan Telecom per ongeluk heel al het verkeer van YouTube naar zich toe trok en zichzelf onderuit schopte.
Dat is dan niet meteen kwaadaardig bedoeld, maar YouTube ligt er wel een paar uur uit. En ze kunnen zelf dan ook niks meer. Dus om dit soort issues aan te pakken, is Diane, ik denk inmiddels zo'n 3 jaar geleden ongeveer, begonnen met het opzetten van het Toostick-programma. Dus dit is een nationaal onderzoeksprogramma. En Toostick staat erbij voor Security, Stability and Transparency in Internetwork Communications. En het doel is om de Nederlandse en Europese internetcommunities weer in een leidende positie te zetten op het gebied van die Secure, Stable and Transparent Internetwork Communication, dus het internetverkeer. Dat doen we niet alleen, dus er zijn inmiddels al behoorlijk wat partijen bij aangehaakt. Ze hebben AMSIX en NDIX, 2 internet exchanges, NLNet Labs, SURF en een aantal universiteiten, dus Delft, Amsterdam en Twente. Dus de reden dat SDN begonnen is met Toostick is dat er steeds meer nieuwe applicaties komen die weer nieuwe eisen hebben op het gebied van security, stabiliteit en transparantie. Bijvoorbeeld doordat ze meer interactie hebben met de fysieke omgeving. Kun je bijvoorbeeld denken aan transport, dus zelfrijdende auto's of vrachtwagens, smart grids, drones. Het uitvoeren van operaties op afstand. Daarbij wil je toch ook wel het liefst dat het een beetje een stabiele verbinding is. Tegelijkertijd zien we ook dat de open programmeerbare netwerkapparatuur commercieel beschikbaar komt. Dus dit maakt het ook gemakkelijker om nieuwe protocollen te introduceren. Dus je hoeft niet meer te wachten totdat de leveranciers een nieuw protocol hebben geïmplementeerd. Maar je kunt het dan wel zelf implementeren, dan wel de implementatie van iemand anders gebruiken. En wat we dus binnen Toostick doen, wat ik ook al eerder heb aangegeven, is we experimenteren met en evalueren deze nieuwe internetarchitecturen. Dus Scion, waar ik het vandaag over zal hebben, is er één van. Maar je kunt ook daarnaast ook nog infrastructuur als RINA. Dus daar beginnen ze echt helemaal van de grond af. Die herschrijven de complete stack. En NDN, dat staat voor Named Data Networking, en wat weer een compleet nieuw paradigma introduceert. En dit zijn de architecturen die we in eerste instantie hebben uitgekozen om naar te gaan kijken, omdat er al een redelijk grote community achter zit. Er zijn implementaties van, dus we hebben ook daadwerkelijk iets om te evalueren. Dus dan door naar Scion. Scion staat voor Scalability, Control and Isolation on Next Generation Networks. Dus dit is een clean slate architectuur, maar wel gericht op het interdomein deel. Dus het verkeer tussen de netwerken. En het wordt ontwikkeld eigenlijk aan de Network Security Group van ETH Zürich. Dus de universiteit in Zwitserland. En het oorspronkelijke doel was om de security van het interdomein routering te verbeteren. En ook op het moment dat er iets misgaat, dat de gevolgen geïsoleerd blijven. Dus deze schaalbaarheid en security die halen ze door gebruik te maken van wat zij noemen isolation domains. Dus binnen Scion heb je nog gewoon, net als nu in het internet, dat de boel is opgeknipt in autonomous systems. Maar daarboven komt nog een laagje erbovenop. Dus die autonomous systems die worden gegroepeerd in deze isolation domains. En dat zou je, je kunt het willekeurig doen, maar bijvoorbeeld per land of per juridictie net wat toevallig goed uitkomt. Dus om alvast een beetje een overzichtje te geven van wat Scion biedt. Dus omdat het een redelijk nieuwe architectuur is en bedacht is met security by design, zit dat er dus al vanaf het begin in. Dus de routes die worden geauthenticeerd, dus zowel in control plane als in data plane. Het introduceert path-aware networking. Dus dit is een redelijk nieuw concept, in ieder geval zoals zij het geïmplementeerd hebben, waarbij de verzender het pad selecteert
Dus het is niet zoals nu in BGP dat je je pakket naar buiten stuurt en dan komt het als het goed is wel aan de andere kant aan. Maar bij Scion kies je ook daadwerkelijk het pad via welke netwerken jouw verkeer naar de andere kant gaat lopen. Dus dat geeft je bijvoorbeeld de mogelijkheid om te zorgen dat jouw verkeer alleen maar via bepaalde landen loopt of binnen een bepaalde jurisdictie blijft. Of om netwerken heen wordt gerouteerd die je toch niet helemaal vertrouwt. En omdat je zelf de paden kunt kiezen, heb je ook echte multipart communicatie. Dus je zou er dan bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het verkeer twee keer naar buiten te sturen op compleet disjuncte paden, zodat je redundantie krijgt. Of je zet alvast een paar paden klaar, dat op het moment dat er iets misgaat, dat je weer heel snel kunt switchen. En ze hebben er ook voor gezorgd dat je nog steeds je huidige applicaties kunt gebruiken. Dus je hoeft niet meteen al je applicaties te gaan herschrijven voordat je gebruik kunt gaan maken van Scion. Want anders komt het natuurlijk nooit van de grond. Dus dan weer even terug naar die isolation domains. Dus dat zijn die groepen van autonomous systems. Dus een isolation domain heeft wat heet een ISD core. Dus dit is een groepje van AS'en die eigenlijk de administratie van dat isolation domain voor hun rekening nemen. En de AS'en die onderdeel zijn van zo'n ISD core, dat zijn de core AS'en. En de PKI, dus de public key infrastructure, is ook georganiseerd per ISD. Dus elk ISD bepaalt hoe zij dat aanpakken. En één gevolg daarvan is dus ook dat mocht er ooit weer een diginota plaatsvinden, dan blijven die gevolgen, als het goed is, gewoon geïsoleerd in dat isolation domein. Dus heeft niet meteen de hele wereld er last van. En door deze nieuwe lagen, dus door die isolation domains toe te voegen, komt er ook een hiërarchisch control plane. Dus er wordt onderscheid gemaakt tussen de control plane tussen de ISD's, dus de routering tussen ISD's en de routering binnen ISD's. En daardoor halen ze ook de goede schaalbaarheid. Dus als we dan naar de routering gaan kijken, wat dan gebeurt in het control plane is dat dat er wat wordt genoemd padsegmenten worden geconstrueerd. En ook gedistribueerd, zodat die later weer kunnen worden gebruikt. En in de dataplane zullen de gebruikers die deze padsegmenten weer combineren om daadwerkelijk tot een volledig pad te komen. En dit pad wordt dan in elk pakket gestopt, zodat alle routers onderweg weten hoe dit pakket moet worden behandeld en hoe het moet worden doorgestuurd. Dus de routers die hoeven zelf niet meer grote tabellen bij te houden. Dus we hebben geen grote BGP-tabellen meer nodig. Maar ze hoeven puur alleen maar in elk pakket te kijken. Te kijken naar de informatie die voor hun netwerk bedoeld is. En op basis daarvan kunnen zij besluiten hoe dat pakket moet worden geforward. Dus hier zie je al een voorbeeldje van hoe dat eruit zou kunnen zien. Dus je ziet hier drie padsegmenten. Dus van G naar A is een padsegment, van A naar M is een segment en van M naar Q is een segment. Dus die segmenten die zijn in de control plane geconstrueerd en op het moment dat G iets naar Q wil sturen, zou die bijvoorbeeld deze padsegmenten achter elkaar kunnen plakken, de benodigde informatie in het pakket stoppen en dit daadwerkelijk dan het netwerk op kunnen sturen en dan komt het ook aan de andere kant weer eruit. Dus zoals ik al zei, wordt er onderscheid gemaakt tussen het inter-ISD en het intra-ISD routering. Dus tussen de ISD's gaat het routeren nog redelijk, of in ieder geval het vinden van de routes, redelijk hetzelfde als met BGP. Dus dit is met flooding, dus iedereen stuurt zijn announcements naar alle buren die ze weer doorsturen naar hun buren. Met als verschil dat alles dus wel getekend is. Maar dat is hier iets meer
of iets minder een probleem dan in PGP, omdat we nu een stuk minder autonomous systems hebben die hierbij betrokken zijn. Dus alleen de core AS'en die zijn ook betrokken in dit deel. En het vinden van de paden binnen een ISD gaat op een heel efficiënte manier met zogenoemde downstream multipath flooding. Dus hoe dat gaat is dat elk ISD is eigenlijk opgesteld in een bomstructuur. Dus elke AS heeft dan wel een child of een parent, of beide. En alle AS'en in de core, die beginnen met het uitsturen van beacons naar al hun kinderen eigenlijk. Op het moment dat een kind, of dat een AS dus zo'n beacon ontvangt, dan voegt hij wat informatie toe over zichzelf, dus zijn eigen identiteit, de interface waarop hij het beacon heeft ontvangen, en ook weer de interface op welk die het beacon weer naar buiten stuurt. En ook nog wat informatie die straks nodig is om daadwerkelijk het pad of het pakket te laten routeren. En dit blijft dus doorgaan totdat uiteindelijk alle autonomous systems weten hoe de core bereikt moet worden. Dus omdat elk AS zijn eigen informatie toevoegt aan die beacons, kun je dus in zo'n beacon lezen hoe dat bij jou terecht is gekomen, via welke autonomous systems. En dus ook hoe je weer terug kunt komen bij de ISD-core. En dan is het natuurlijk nog zaak dat ook de andere partijen weten dat die paden bestaan en dat ze hier iets mee kunnen doen. Dus wat elk AS doet, is dat ze tegen de core zullen zeggen van, ik maak graag gebruik, of ik heb het liefst dat je gebruik maakt van deze padsegment om mij te bereiken. Dus als je bijvoorbeeld in dat plaatje kijkt aan de rechterkant, D, netwerk D kan bereikt worden via twee paden. En die zouden dan dus voor kunnen kiezen om maar één van deze twee paden ook daadwerkelijk te registreren in de core. En dan, dat is ook het pad dat later zal worden gebruikt om verkeer richting D te sturen. En tegelijkertijd zal elk AS ook lokaal bijhouden welke paden er zijn om de core weer te bereiken. Dus zoals ik al zei, worden al die beacons die worden getekend door elk autonomous system waar ze doorheen komen. Dus dat geeft je een volledig geauthenticeerd pad. Dus je weet ook dat pad klopt. Dus dan heb je ook geen last meer van route hijacks. En die beacons bevatten dus ook informatie genaamd hopfields, die later zullen worden gebruikt om in de headers van de pakketten op te nemen. En dat zijn kleine stukjes informatie waarin alle benodigde data staat die nodig is om straks het pakket door te gaan sturen. Dus daar staat de ingress en de egress interfaces staan erin. En ook een cryptografische MAC om te zorgen dat die data ook authentiek is. Dus dat je niet zomaar je eigen hopfields kunt gaan construeren. En zo'n hopfield wordt alleen lokaal iets mee gedaan, dus in principe hoeft niemand dat formaat te snappen. Dus je hebt gewoon die aantal bytes waarin jij iets kunt doen, zodat je zelf begrijpt hoe dat pakket moet worden geforward. Dus die MAC die hoeft ook alleen lokaal te worden geverifieerd, dus dat kan gewoon met een lokale secret key. Nou, uiteindelijk wil je natuurlijk ook daadwerkelijk pakketten gaan sturen. Want daar doen we het uiteindelijk natuurlijk allemaal voor. Dus de endhosts gaan vervolgens zo'n pad samenstellen. Dus routering gaat in dit geval niet meer op basis van het adres van de endhost, maar je routeert op basis van het netwerk waarin de endhost zich bevindt. Dus op het moment dat je iets naar een andere kant gaat sturen, heb je dus eigenlijk een triple nodig. Dus het ISD waarin de host zich bevindt, het autonomous system waar de host zich in bevindt en daadwerkelijk het adres van de host in dat autonomous system. Maar je begint dus met het opvragen van een pad naar het andere netwerk toe. Dus dat doe je bij je lokale padserver, die ook al betrokken was bij het registreren van alle paden.
En die lokale padserver die zal antwoorden met drie lijstjes. Dus hij zal een lijstje geven met mogelijke padsegmenten om de lokale ISD-core te bereiken. Je zal een lijstje krijgen met paden om in het eind-ISD bij het uiteindelijke autonomous system uit te komen. En mochten die paden niet op elkaar aansluiten, dus mochten die in verschillende ISD's liggen, dan krijg je ook nog core path segments. Dus die zijn bedoeld om die twee paden aan elkaar te knopen. Dus dat zijn paden van één core van een ISD naar een ander core van het uiteindelijke ISD. En dan is het uiteindelijk aan de endhosts om een combinatie hiervan te maken, om daadwerkelijk het pad te bepalen en te zorgen dat de pakketten aan de andere kant komen. Dus hier zien we weer een voorbeeldje wat we eerder ook al hadden gezien. Dus je zou bijvoorbeeld, stel dat iemand in netwerk G iets wil sturen aan iemand in netwerk Q. En dan krijgen een aantal padsegmenten terug. Ik moet een andere erbij zetten. Dus stel van de core krijgt de endhost in netwerk G krijgt twee up-segmenten terug. Dus dat zijn die oranje delen in dit geval. Dus die zouden ervoor kunnen kiezen om het verkeer dan wel naar netwerk A te sturen, dan wel via netwerk C. In het eind AS zal het verkeer ook weer van de core naar Q moeten gaan. Dus daarvoor krijg je twee down-segmenten, dus van L naar Q of van M naar Q. En omdat die G en Q in verschillende ISD's liggen, krijg je ook nog de core-segmenten. Dus dat zijn die groene lijntjes, dus van A naar M en van C naar L. Dus in dit geval zou je dus twee verschillende paden kunnen construeren. Dus je kunt via G naar A, naar M, naar Q. Of je kunt via G naar C, naar L, naar Q. En zoals ik eerder ook al noemde, zou je dit dus ook bijvoorbeeld kunnen gebruiken voor multipath communication. Dus je kunt gewoon je verkeer ook voor beide paden sturen. Als je het heel belangrijk vindt dat alles aankomt. Maar je zou er ook voor kunnen kiezen om te beginnen met één van de twee. En op het moment dat er problemen optreden, dan stuur je de rest van het verkeer snel over een ander pad. Dus je hoeft dan ook niet meer te wachten tot BGP gaat convergeren of zo. Je kunt meteen zelf actie ondernemen en heel snel switchen. Dus de endhost die kiest uiteindelijk dus die padsegmenten. Maar er zijn natuurlijk meerdere partijen die uiteindelijk invloed hebben op welke routes je kunt gaan kiezen. Dus om te beginnen hebben al jouw upstream AS'en, die hebben daar invloed op, want die kunnen uiteindelijk kiezen welke beacons ze wel of niet aan jou doorsturen. Dus dit beïnvloedt al hoe welke paden jij hebt om de core te bereiken. Het core AS heeft er invloed op, want die biedt de padsegmenten aan de padserver in het lokale AS. Dus de lokale core AS'en die kunnen dus eventueel policies toepassen om te bepalen wat je wel of niet zou mogen doen, of wat wel of niet de voorkeur heeft. De lokale AS heeft invloed omdat die die downpath segmenten registreert. Dus die heeft aan de core verteld hoe zij graag bereikt zouden willen worden. En het lokale AS geeft natuurlijk ook die drie lijstjes terug aan de endhost. Dus daarmee heeft hij ook nog eens invloed op wat alle mogelijke paden kunnen zijn. En uiteindelijk dus de endhosts, want die combineren al die segmenten samen tot het uiteindelijke pad. Dus om dan weer even samen te vatten. We hebben nu dus die padinformatie die zit met Scion daadwerkelijk in de packet headers. Dus we hebben geen enorme tabellen meer nodig. Dus dat gaat via de zogenaamde de hopfields. Dus dat uiteindelijk kom je dus met pakketten waar een enorm lijstje aan hopfields in kan zitten. En de routers hoeven dan dus alleen nog maar hun,
het hopfield te inspecteren dat voor hen bedoeld is. En op basis daarvan kunnen zij actie ondernemen. En dan krijg je dus iets wat packet carried forwarding state genoemd wordt. En de afzender die selecteert dus het pad. Dus dat geeft weer de mogelijkheid voor multipath of voor fast failovers. En zoals ik ook al noemde is dat het adres van de ontvanger wordt niet meer gebruikt. Tenminste niet meer voor de routering tussen verschillende autonomous systems. Dus dat geeft je ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld compleet andere adressering te gebruiken. Dus zolang de verzender en de ontvanger maar snappen waar het over gaat, maakt het voor alle systemen in het midden eigenlijk niet meer uit wat je precies gebruikt voor adressering lokaal. Zoals ik eerder ook al noemde, is dus al die padinformatie geauthenticeerd. Dus zowel in control plane, doordat al die beacons ondertekend worden, en in het data plane, omdat al die hopfields beschermd worden door middel van een cryptografische MAC. Dus dat betekent dat we geen route hijacks meer hebben binnen Scion. En die hopfield door die cryptografische MAC zorgt er ook voor dat alleen geauthenticeerde paden kunnen worden gebruikt. Dus je kunt niet willekeurig je pakketten random over het internet gaan sturen, maar alleen paden die ook daadwerkelijk eerst vastgesteld zijn. Adresspoofing is niet meer mogelijk op AS-niveau. Dus dit maakt het weer makkelijk om, of dit beschermt dan weer tegen reflection attacks, waar in ieder geval de impact door DDoS aanvallen weer een stuk omlaag wordt gehaald. En daarnaast, omdat de paden afhankelijk zijn van die hopfields, dus of heb je die hopfields nodig om een pad te gebruiken, als je dus die informatie niet publiceert, dan kan ook niemand dat pad gebruiken. Maar je zou er dus voor kunnen kiezen om bepaalde paden alleen maar met een select groepje te delen, waardoor die paden dus door niemand anders gebruikt kunnen worden. En dat geeft je dus ook weer eventueel wat veiligheid tegen bijvoorbeeld denial of service aanvallen of andere aanvallen. Want als niemand op jouw pad kan komen, dan kan ook niemand daar misbruik van maken natuurlijk. Na security heeft Scion ook nog wel een aantal andere voordelen. Dus met name op performance gebied. Dus de multipath heb ik alweer een paar keer genoemd. Je kunt hele snelle fast failover hebben in het geval van problemen op de length. Dus je hoeft niet meer te wachten tot BGP geconfigureerd is. Daar hebben we ook al een demo van opgenomen een tijdje geleden. Dus daar zal later nog een link voor terugkomen waarbij we de videoconferentie laten zien hoe dat heel snel overgaat. Maar je kunt ook extra informatie toe gaan voegen aan die beacons. Dus je zou er bijvoorbeeld latency informatie aan toe kunnen voegen. Dus dit is iets waar ze nu al druk mee bezig zijn in Zwitserland. En dan zou je dus je paden kunnen kiezen ook bijvoorbeeld op basis van de latency. En iets anders waar ze nu druk mee bezig zijn is om bijvoorbeeld iets van CO2 routing te gebruiken. Dus dat je in theorie je groenste pad zou kunnen kiezen op basis van de netwerken die daar tussen zitten. En daarnaast gewoon het zeg maar standaard Scion zijn ze ook steeds druk bezig met eventuele uitbreidingen nog toevoegen. Dus één daarvan is de zogenaamde Colibri. Dus dit is een systeem dat ook daadwerkelijk quality of service biedt. Dus binnen dat systeem kun je interdomein minimale bandwidth of bandbreedte reserveren. Dus dan weet je ook zeker dat je die bandbreedte kunt gebruiken. En zoals ik in het begin al noemde, hebben we met name projecten uitgekozen waar al iets van de community en een implementatie achter zit. Dus voor Scion is er ook een open source implementatie beschikbaar. En het is ook mogelijk om er al meteen daadwerkelijk mee te gaan spelen, want
alleen in je eentje een silent AS draaien is niet zo spannend. Je wil natuurlijk met andere netwerken verbinden om ook daadwerkelijk iets ermee kunnen. Dus hiervoor zou je verbinding kunnen maken met het internationale testbed Scion Lab. Dus dit wordt ook weer gerund vanuit ETH Zurich. En in principe kan iedereen daar gewoon mee verbinden. Je kunt verbinden met behulp van VPN of IP-tunnels. Dus je hoeft niet meteen een BGP-vrije glasvezel die kant op te leggen. Je kunt er gewoon mee gaan experimenteren met Raspberry Pi in principe. Daarnaast zijn ze ook inmiddels al iets verder dan gewoon een onderzoeksprojectje. Dus ze hebben ook daadwerkelijk een commerciële spin-off van ETH genaamd Anapaya. Dus deze zet productienetwerken op basis van Scion in de markt. En hebben ook een implementatie voor in ieder geval voor een deel van Scion. En Scion is inmiddels ook al in gebruik bij de banken in Zwitserland en overheden en academische ziekenhuizen daar. Dus op het moment zijn ze in ieder geval voor het interbankaire netwerk in Zwitserland druk bezig om een proof of concept af te ronden met Scion. En waarschijnlijk komt daar dus uit dat alle banken daar via Scion met elkaar gaan praten. Dus dat laat wel zien dat het in ieder geval wel wat potentie heeft en veel verder is dan alleen een onderzoeksprojectje van een universiteit. Dus ik had ook al eerder eventjes genoemd dat je niet dat meteen al je applicaties hoeft te herschrijven. Dus dit kan dankzij de zogenaamde Scion IP Gateway, dus ook wel SIG genoemd. Dus wat de SIG eigenlijk doet is een tunnel overzetten via Scion, zodat je lokaal gewoon nog je IP-netwerk hebt. Maar zodra je netwerk of je verkeer je netwerk verlaat, gaat het dus via Scion weer naar de andere kant en daar wordt het weer uitgepakt. Dus je applicaties hebben er op die manier geen last van. Of die merken niet dat Scion ertussen zit, maar je kunt wel al voor dat interdomein deel gebruik maken van Scion en van de voordelen die het biedt. Dan nog eventjes een snelle recap. Dus, ja, we hebben inmiddels al gezien dat Scion Security by Design heeft. Dus het is echt ontworpen met security in het achterhoofd. Ze heeft authenticatie voor zowel control als dataplane. Dankzij dat hebben we dus geen route hijacks meer en ook geen address spoofing meer. We hebben path-aware networking, dus we kunnen controleren hoe ons netwerkverkeer nu de andere kant op loopt. En we hebben ook een betere betrouwbaarheid en quality of service, doordat we die multipath communicatie krijgen en ook bijvoorbeeld met uitbreiding als Colibri, dat we daadwerkelijk bandbreedte kunnen gaan reserveren en gebruiken. En met behulp van zo'n SIG kunnen we dus nog steeds gewoon daadwerkelijk bestaande applicaties gebruiken. Dus dan nog even heel erg kort waar we onder andere bij SDN Labs mee bezig zijn met Scion. Dus we hebben via SURF hebben we een BGP-vrije verbinding met het internationale testbed Scion Lab. Dus die gaat direct het Scion-netwerk in, dus is helemaal native Scion. Waar ik net al even naar refereerde is dat we onlangs een demo online hebben gezet. Dus daarin kun je zien dat we gebruik maken van een videoconferencing tool. Waarbij we ergens halverwege de netwerkverbinding onderbreken. En je ziet dat het dan binnen een paar seconden meteen overgaat op het nieuwe pad. Dus dat je eigenlijk geen onderbreking meer merkt. En dat is ook de videoconferencing gaat ook via die SIG dan in dit geval. Dus dat is gewoon een standaard tool. En we gebruiken voor het interdomeindeel Scion. En verder zijn we ook bezig met het implementeren van Scion in P4. Dus P4 is een programmeertaal specifiek voor netwerkapparatuur. En we zijn hier specifiek bezig met de Intel Tofino. Dus, dat is een ASIC die op basis waarvan je switches gebouwd zijn. Dus hieronder zie je een foto daarvan.
Dus dan kun je het Scion-protocol heel dicht bij de hardware krijgen om ook daadwerkelijk op line speed het protocol uit te proberen. Dus ons doel is gewoon om te kijken of dat ook te doen is op dat niveau. En of Scion ook de performance biedt die je zou willen hebben. En dat heeft inmiddels ook al geleid tot verschillende inzichten. Dat bepaalde dingen in het protocol toch wat handiger zijn als je die anders doet. Als je het ook in hardware wil implementeren. Dus op basis daarvan hebben we ook verschillende aanbevelingen al gedaan om het protocol aan te passen aan het Scion team. En die zijn inmiddels ook doorgevoerd in de protocollen. En zoals eigenlijk alle code die we bij Labs, SDN Labs ontwikkelen, zal ook deze uiteindelijk gereleased worden als open source. Dus ik hoop dat dat niet al te lang meer duurt en dat ook andere partijen ermee mee kunnen gaan spelen dan. Dat was mijn hele korte introductie over Scion. Als er nog vragen zijn of opmerkingen, dan hoor ik het graag. Dankjewel, Yuri. Interessante presentatie. Hoe Scion precies werkt. En het komt al meteen mij over van dat het vooral vanuit de infrastructuurkant is ingevlogen. Hè? Als je vertelt over paden, redundant. En daar ben ik ook wel benieuwd of hier bij de NLUG mensen zijn die zeg maar in die wat hardere infrastructuurkant zitten. En die interesse hebben om hier wat mee te gaan doen. Maar goed, misschien zijn er ook vragen? Ja. Ik wil wel iets vragen, Yuri. Ik was heel nieuwsgierig dat berekenen van zo'n route. Dat doe je dus, doe je dat in principe voor elk packet wat je opnieuw verstuurt? Of doe je dat voor een bepaalde tijd en zeg je van na een minuut ga ik opnieuw een route berekenen? Nee, die hopfields die zijn voor langere tijd bruikbaar. Dus je kunt je zult voor meerdere pakketten die route berekenen. Want anders dan krijg je wel een enorme overhead. Ja, dat was het. Precies. Maar kun je daar een idee voor geven? Hoe vaak wordt dat herberekend? Want dat heeft namelijk ook invloed, denk ik, op je responsiviteit ten aanzien van netwerkonderbrekingen. Even kijken. Volgens mij de hopfields zijn... Ja, het is allemaal weer configureerbaar, maar zeg dat ze iets van 5 minuten beschikbaar zijn. Dus je kunt ze in ieder geval wel gewoon voor langere tijd blijven gebruiken. Maar op het moment dat er iets misgaat op het pad, kun je wel heel snel weer gebruik maken van andere hopfields dan. En hoe ontdek je dat er iets misgaat op het pad? Ja, eigenlijk op de gebruikelijke manier, denk ik. Dus ze hebben iets, een Scion control messages. Dus op het moment dat er iets misgaat, kun je dan wel foutmeldingen krijgen. Ofwel, je zult het zelf moeten detecteren dat je geen antwoorden meer krijgt aan de andere kant. Timeouts. Precies. Zijn er nog andere vragen? Levert dit ook performance winst? Ja, dat ligt eraan waar je kijkt waarschijnlijk. Maar in ieder geval zou het roteren sneller moeten kunnen. Omdat je dus niet meer die hele tabellen hoeft uit te zoeken. Dus in de dataplane gaat het sneller. Je krijgt natuurlijk al een klein beetje overhead ervoor terug. Omdat je wel die hele paden in je pakketten mee moet gaan sturen. En je kunt dus zelf je paden kiezen. Dus als je iets als latency informatie er in die beacons erbij stopt, dan zou je dus op basis daarvan wel betere performance moeten kunnen krijgen. Zijn de pakketten veel groter die je stuurt en autonomer? Ja, dus één hopfield is op het moment, ik geloof, 12 bytes. Dus het ligt er heel erg aan via hoeveel netwerken je pakketten de andere kant op stuurt.
Maar het valt te overzien tot nu toe. Maar ik bedoel eigenlijk meer in de edit TCP package en zo met de MTU. Dat zijn gewoon vrij klein. En worden dat soort dingen ook aangepakt? Sorry, ik miste het begin. MTU's en zo, hè? Dus de transport units en zo, wordt dat soort dingen ook flink aangepakt? Of maakt het in deze abstractie niks uit? Zij doen er zelf in ieder geval niks mee. En in de praktijk worden de Scion pakketten ook nog steeds over IP wel tussen twee nodes verstuurd, puur omdat je anders ruzie krijgt met alle hardware die er eventueel nog tussen zou zitten. Is het wel de bedoeling dat verdwijnt op den duur? Dat is me niet helemaal duidelijk nog, of dat het doel is. Het zou in principe zou het kunnen, want je hebt het in ieder geval niet meer nodig voor de routering, maar voorlopig zit het er in ieder geval nog tussen. Maar het draait dus op, meer op USB-niveau? En niet als eindgebruiker? Uiteindelijk zal iedereen Scion kunnen draaien, maar het ligt er een beetje aan hoe je het wil implementeren. Maar de eerste die het zal moeten implementeren, of die het zal moeten ondersteunen, is inderdaad je ISP. Want die moet uiteindelijk die routeringinformatie met zijn buren gaan delen. Als je daadwerkelijk gebruik wil maken van het kiezen van paden, kun je toch als eindgebruiker dan ook gebruik maken van die protocollen natuurlijk. Of je gebruikt gewoon een SIG die bij een provider zou staan, waardoor je zelf niet eens merkt dat de boel via Scion loopt. Zit je meer aan power users te denken of mensen die heel bewust zijn van dit pakket niet door Rusland of zo. Ja, vaak is het natuurlijk gewoon zo van als het maar aankomt. Ja, precies. Dus, ja. Waarschijnlijk zal het interessanter zijn op netwerkniveau, dus van de ISP's die het graag via bepaalde routes willen sturen of organisaties die bepaalde routes niet willen, dan dat het echt de eindgebruiker is die dat kiest, maar het kan wel. Ja. Juri. Zijn er ook Scion exchanges, zoals er ook internet exchanges zijn? In principe heb je niet iets anders nodig, want je wil nog steeds, zolang je maar netwerken aan elkaar kunt knopen op ethernetniveau. Dus ik weet wel dat Anapaya op bepaalde internet exchanges volgens mij ook aanwezig is om dingen aan elkaar te knopen. Maar je hebt er dus geen speciale nieuwe infrastructuur voor nodig op dat niveau. Dus als ik zelf wil met Scion wil connecten, bij welke exchange moet ik dan zijn? Dat durf ik zo niet te zeggen, maar als je met Scion Lab zelf gewoon wil spelen, dan zet je gewoon een IP-tunnel op. En als je het daadwerkelijk in productie wil gebruiken, dan kom je waarschijnlijk bij Anapaya uit. Dus die zit op verschillende internet exchanges, maar dat durf ik zo niet te zeggen waar zij zitten. Ik ben zelf nog wel benieuwd naar, zeg maar, er wordt gezegd dat het is secuurder vanwege die paden en routes. Ja, als ik dan zelf kijk naar wat de laatste jaren security problemen zijn, zijn het vooral ongepatchte machines, dingen die staan, wachtwoorden hergebruikt, dat soort dingen. Ik kan mezelf eigenlijk niet echt herinneren dat er heel veel echte security incidenten zijn geweest met paden op het internet die fout gingen. En misschien trouwens wel van China, die dan wat verkeerd naar zich toe trok, waar je dan verhalen hoort dat ze misschien e-mail van de Amerikaanse overheid wilden analyseren of zo. Dus dan even het voor hun aantrokken. Mm-hmm. Maar
Juri, ken jij wel wat high impact security incidenten, zeg maar, waarvan je zegt dat daar heeft Sion dus echt een aanbeveling voor? Ja, er zijn wel wat gevallen, maar ik denk het belangrijkste is misschien nog wel de DDoS aanvallen waarbij je waartegen je beter kunt beschermen. Dus bijvoorbeeld doordat je heel snel die hopfields kunt verifiëren, zou je veel sneller firewalls kunnen of verkeer kunnen filteren. Dus ze hebben ook een applicatie ontwikkeld, just Lightning Filter, geloof ik dat ze het noemen. Dus daar wordt Sion verkeer heel snel gefilterd en hoeft het niet door de veel tragere normale firewalls heen of iets dergelijks. Dus op die manier zou je wel gewoon legitiem verkeer wel door kunnen laten gaan, terwijl al het aanvalsverkeer bijvoorbeeld weer niet of via die langzamere firewalls kan lopen. En het heeft natuurlijk naast security ook nog wel wat andere voorbeelden of voordelen, zoals dat route op basis van latency of waar ze nu dus druk mee naar aan het kijken zijn op basis van CO2, zodat het allemaal wat groener wordt. Ja, ik kan qua DDoS vragen, maar of je natuurlijk een aantal typen DDoS, hè, maar nou ja, daar worden wel eens wat DNS-servers misbruikt. Maar ja, wat ook wel eens is gebeurd, dat er grote botnets waren van miljoenen computers. Dan kan ik me ook voorstellen dat je ook binnen Sion-netwerken ook geïnfecteerde machines krijgt. En dan misschien wel binnen dat Sion-netwerk gaan lopen DDoS'en. Je wilt toch verkeer met elkaar uitwisselen, dus als je dat toestaat, dan en er gaan er heel veel tegelijk verkeer naar je toesturen, wat er niet zou moeten zijn, dan wordt het al meteen een stuk lastiger. Je zou hoogstens dan dus weer wat efficiënter misschien kunnen filteren op basis van waar het vandaan komt. Maar als het netjes gemixt zit tussen je normale gebruikersgroep, dan wordt het lastig om daadwerkelijk DDoS verkeer eruit te halen. Als het niet via address spoofing of iets dergelijks gaat. En zoiets als address spoofing, kun je dat voorkomen? Omdat nu dus de adressering gaat niet meer op hostniveau, dus puur op netwerkniveau. En die hele paden zijn nu geauthenticeerd. Dus je kunt niet meer gewoon een willekeurige afzender erop zetten. Dus iedereen op dat pad kan verifiëren of dat ook wel komt van waar ze verwachten dat het vandaan komt. En in principe, dus als je het pakket terug wil sturen, heb je twee mogelijkheden. En één daarvan is gewoon het pad in het pakket omdraaien en weer terugsturen. Dus als je dat op die manier doet, dan komt het pakket gewoon weer terug waar het vandaan kwam. Dus in het ergste geval ga je jezelf DDoS'en. Maar... Oké, dankjewel. En iets anders wat ik me afvroeg, want eigenlijk, ja, je kunt het is een soort overlay netwerk, hoe je het nu ook al kan inzetten, begrijp ik. Zou je het kunnen combineren met Tor als een extra obfuscatielaagje? Misschien wel een heel wild idee hoor, maar het is toch iets dat ik dacht van, hey. Ja, ik weet niet of je er extra obfuscatie door krijgt natuurlijk, want je weet nou juist wel hoe de paden lopen, wat je toch natuurlijk juist net niet wil. Ja, nee, oké, dat snap ik. Maar als jij zeg maar een Tor-netwerk bouwt waar sommige Tor-nodes via zo'n Sion-netwerk zitten, dan wil je wat extra hop maken, dan bouw je natuurlijk wel weer een extra, ja, ook wel weer een complexiteitslaagje toe. Maar ik dacht te begrijpen of gelezen hebben dat het ook encrypted kan tussen die ISD-netwerken, dat een soort encrypted pad dan gebruikt. Klopt dat? Wat betreft encryptie doet Sion niet zoveel. Die zorgt puur voor de authenticatie tussen de
tussen de netwerken. Maar hoe daadwerkelijk de data zelf versleuteld is, dat is weer aan de volgende laag, hoe dat geregeld wordt. Je hebt dit werk gedaan bij SIDN Labs. Yes. Dan vraag ik me af, speelt DNS eigenlijk nog een rol in dit verhaal? Je hebt in ieder geval een naming systeem nodig, want je moet nog steeds weten met wie je, of het adres van diegene aan de andere kant. Behalve dat je dus in dit geval die triples nodig hebt, dus ISD, AS en endhost. Dus wat dat betreft wel, ze hebben in die groep ook wel een ander naming systeem bedacht, genaamd Reins. Maar dat is iets waar wij zelf nog niet heel veel naar hebben gekeken. Als ik dat zo bekijk van al die voorberekende paden en zo, dan zie ik toch wat ordercomplexiteitsgevaren. Hebben we daar onderzoek naar gedaan? Nee, wij niet. Nee, dat is heel kort. Daar hebben wij in ieder geval niet naar gekeken. Maar dat is wel iets waar ze bij ETH wel naar kijken natuurlijk. Om te kijken dat dat wel nog allemaal een beetje schaalt en nog te doen is. Nou ja, vooral die centrale bindingen, zeg maar. Die lijken mij heel erg gevoelig daarvoor. Als je 300 miljoen domeinen hebt. Dus het grootste probleem qua schaalbaarheid zit in tussen die cores. Dus daarvoor zien ze dat er niet heel veel zijn. Dus daar hebben ze het volgens mij meer over honderden ISD's dan misschien 1000, maar niet heel veel meer. Omdat dat niet zo lekker schaalt. Maar binnen een ISD, omdat dat opgebouwd is als een boom eigenlijk, is het allemaal weer een stuk beter te doen. Dus daar schaalt het veel, veel verder. Want ik heb namelijk wel eens van die plaatjes gezien van de World Wide Web in lijntjes. En allerlei crossverbindingen die bestaan overal enzovoort. Mm-hmm. En als je daar dus maar de kern van mapt, heb je nog steeds belachelijk veel verbindingen. Dus... Ja, dat klopt. Concreet kan ik er niet heel veel over zeggen. Behalve dat ik weet dat ze er in ETH wel rekening mee hebben gehouden. En daar hebben we gekeken in ieder geval. En dan is natuurlijk ook maar de vraag of je het hele internet op Scion over wil hebben. Of dat je het houdt bij een deel waarvoor het ook daadwerkelijk belangrijk is. Zoals die interbankaire, dat interbankaire verkeer en ander kritisch verkeer. Ja, je ontwerpt iets voor world domination. Kom op. Oké. Ja, maar ik heb het niet ontworpen. Hè, maar... Ik vind het best wel onmerkelijk dat er banken zoiets als Scion gebruiken. Heb je enig beeld bij wat voor hun de drijvende kracht is? Is het bijvoorbeeld dat de overheid daar heel veel subsidie tegen aangooit en daarmee banken heeft gestimuleerd? Of al die banken concrete problemen omdat ze bedreigd of geplunderd werden of gededost werden? Ja, een beeld bij jullie? Het is in ieder geval niet de subsidie. Dat weet ik wel. Maar de concrete aanleiding weet ik zo ook niet. Behalve dat zij wel te spreken waren over met name de hoge redundantie. Dus verbeterde betrouwbaarheid en veiligheid van dat netwerk. En daarnaast speelde het volgens mij ook dat ze eigenlijk dat interbankaire netwerk voor steeds meer partijen open zouden moeten zetten. Omdat je al die nieuwe finance bedrijfjes erbij krijgt. Die daar op de een of andere manier ook op aan zouden moeten sluiten. Dus daarom was er volgens mij vanuit hun wat meer vraag naar een wat veiligere optie om het wel open te hebben. Want oorspronkelijk was dit gewoon een gesloten netwerk. Maar wel nog steeds zo veilig mogelijk.
Dankjewel. En is het ook nog zo dat de banken dan ook nog specifieke diensten aanbieden via Cyan? Of... Ja, het is in ieder geval... Nee, het is gewoon voor hun onderlinge communicatie in ieder geval. Maar wat ze er precies overheen sturen, durf ik ook niet te zeggen. Het zal voor hun onderlinge transacties en dergelijke zijn. Is dat het bankaire netwerk op dat protocol SWIFT? Er stond van de week nog in de Amerikaanse krant heel artikel over horen hoe Noord-Korea in Bangladesh een half jaar naar binnen had gehackt en voor 104 miljoen aan transacties had gedaan. Toevallig ging er iets mis waardoor ze de 800 miljoen volgende transacties, die ging toevallig niet door. Ja, maar dat hele SWIFT-netwerk, daarvan is bekend dat dat helemaal niet met security is geëngineerd. Terwijl het cruciaal is voor de hele bankindustrie. Ja, ik zou me niet verbazen als het daarmee te maken heeft dat banken hierop zijn ingesprongen. Dat zou goed kunnen, maar ik heb... Banken hebben natuurlijk al heel veel gewone privélijnen liggen. Dus lijnen die niet via internet lopen, onderling. Als dat via dezelfde uitbreekpunt zou kunnen lopen, is dat een enorme kostenbesparing. Ja, dat zou ook een hele goede reden zijn. Ja, zeker. Dus in dat opzicht zou je dan verwachten dat ING is ook in meerdere landen. Dat Nederlandse banken daar ook interesse in moeten hebben. Is daarnaast, want de samenwerking van Toastic, daar zit volgens mij niemand van de commerciële sector bij, of wel? Nee, dat niet op dit moment. Maar we hebben wel met behoorlijk veel partijen inmiddels gesproken, zoals de Nederlandse banken en overheidspartijen, om te kijken wat hun verwachtingen zijn met betrekking tot netwerk en of zij interesse hebben in dit soort nieuwe type architecturen. En meestal is er wel interesse, maar het is maar de vraag of iemand er tijd voor heeft om er ook daadwerkelijk iets aan te doen als het wat langere termijn is. Zeker, ja, het moet ook heel duidelijk, business case is natuurlijk heel hot. Je moet overal tegenwoordig business cases voor hebben en dan moet het duidelijk zijn dat het iets oplevert. Mm-hmm. Daarnaast zijn er heel veel organisaties. Je moet ook de kennis ontbreekt vaak onder kennis om dit soort dingen door te voeren. Ik denk dat het misschien wel een grotere uitdaging is. Hè? Ook als je Bert Hubert hoort over, ook over grote ISP's die dan toch maar betrekkelijk weinig kennis nog maar in huis hebben. En die alles proberen te outsourcen. Wat ook nog van de week in het nieuws komt, hè, dat de Chinezen zogezegd alles beheerden bij Telfort en daarmee ook van alles konden aftappen. Ja, zeker als je zo'n nieuwe technologie wil introduceren, heb je wel de nodige kennis nodig, is het maar van je huidige netwerk om de boel over te kunnen zetten. Zijn er nog vragen van andere mensen? Eén vraag meer? Niemand? Ik heb zelfs Koen niet gehoord. Koen, ben je er nog? Hij is tussenuit geknijpen. Oh. Nou, dan laten we het hierbij voor het formele deel. Juri, hartelijk dank. Fijn dat jij vanavond weer iets wilde vertellen over Cyan. Wat interessant. Ik had er eerder van gehoord en het wordt voor mij wat concreter hoe je het zou kunnen toepassen. Het lijkt me leuk om nog een keer in de praktijk er iets mee te gaan doen. Om persoonlijk nog wel meer ervaring mee op te doen. En gelukkig zit jij binnenkort in de buurt van mij. Dus ik hoop dat je dan... Ik kan je wel helpen. Kan helpen, ja.
Yes. Dankjewel. Ja. Ja, graag gedaan. Dankjewel. 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 Ja. Dankjewel. Maar ja, was... Zo. Vind je denk van, was er vorig jaar bij volstemming een praatje over? Het zou zonder kunnen. Een heleboel praatjes op volstemming. Juri, weet jij wat mijn collega's bij Surf op dit vlak doen? Op het gebied van Scion eigenlijk niks. Oh, oké. Okay. Je collega's bij Switch zijn wel actief bezig. Want die zitten naast ETH. Maar... En die moeten misschien. Want die hebben dat zal ook nog een subsidie aangeboord. Over het algemeen is Switch ook wel weer best wel behoudend met bepaalde dingen. Ik vind het wel opvallend dat ze dan... Nou ja, in ieder geval op dit vlak heel erg voorop lopen. Maar goed, hoeveel jaar loopt dit project al? Volgens mij zijn ze inmiddels 12 jaar. 12 jaar. Ik zat in de te kijken, toen dus zag ik 2014 zag ik als eerste. Maar... Oh, dat is inderdaad over Scion, ja, dat praatje. En de adaptatie gaat net zo snel als CQ6 of zo? Of, nou, volgens mij begint het nu een beetje te lopen, want die spin-off Anapaya is volgens mij nog niet zo oud. Dus 12 jaar geleden is er iemand begonnen met het schrijven van een research paper hierover. Dus voordat dat er dan ook daadwerkelijk een fatsoenlijke open source implementatie van is. En mankracht om daar iets mee aan te doen, hè? Dat duurt eventjes. En er zijn allemaal RFC's al voor of zo, of hoe wordt dat gestandardiseerd? Ja, op het moment is het bijna standaardisatie door code, maar ze zijn bezig met opzetten van een van een stichting waar ook dingen als de specificatie in worden ondergebracht. ITF en waarop... Ja, zoiets. Nou, ik denk dat ze het in principe wel binnen de ITF zouden willen, maar dan ja, is er wat meer draagkracht daarvoor nodig om het er ook in te krijgen. En dan moet je ook 3 implementaties hebben, volgens mij. Oké, okay, ja, dan... Ja, even het probleem is, als je echt serieus gebruikers krijgt, dan moet je ook echt onderhoud eraan gaan doen. Is het niet meer leuk. Eigenlijk. Ja, maar daar zijn ze nu ook voor bezig met die stichting. Dus daar komt straks ook de hele open source development komt erin. En zij hebben het over certificering en, ja, en dus de specificaties en dergelijke. Dat komt allemaal daarin te zitten. Ja, dan wordt het echt werk. Een specificatie ziet er niet hetzelfde uit als een research paper. Nee, dat klopt. Dus daar zijn ze ook druk naar op zoek voor hulp daarbij. Ja.